casino's, gokken en veel show. Het Bukkersgat stond de laatste avond van carnaval helemaal in het teken van Las Vegas. Die meiden gedaan hebben. Kijk, kijk, kijk wat je ziet. Kijk, 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 kijk. Kijk wat je ziet. Geniet ervan. Prins Sander van Perdico werd op gepaste wijze uitgezwaaid. Ja, dit is een groot feest. Moet je kijken, de hele zaal zit hartstikke vol. Zoveel mooie dingen meegemaakt. Van echt van het Westerhof, naar de kindjes, naar de bejaarden, naar de feesten. De optocht, één groot feest. Dit is een feest. Zulke leuke dingen. Een warm bad waar we terecht gekomen zijn. Nou, ik denk dat het niet zo lekker loopt. Nee, het loopt als een voordrijf. Nee, dit... Als wij, nou, we maken het nu van intern mee. En dan zie je iedereen zo zijn best op de vereniging van Rijnmondenman, die van jong tot oud het carnaval in de Lier in de benen houdt en met bezig is, vol het pushen. Ja, een hele mooie club met mensen. Dus nee, die carnaval die gaat goed en die blijft nog lekker lang doorgaan. Nou, ik geloof de laatste jaren heb je een beetje corona gehad. Geloof ik niet, weet ik wel zeker. Maar daardoor is mensen een beetje onder de indruk genomen. Maar uiteindelijk, ja, dat komt uiteindelijk nu alles neemt wel een beetje toe. Dus laten we hopen dat we die trend gewoon goed door kunnen zetten. Dat het echt bomvol zalen worden. Ze zaten al lekker vol, maar bomvol te maken. Ik denk dat we zo even een paar dagen op adem gaan komen. Dan gaan we lekker met het clubje even een beetje wintersporten. En daarna dat zwarte gat. Ik denk dat we meevallen. Maar we hebben zo onwijs genoten van alles wat we meegemaakt hebben deze tijd. Een warm bad. Zo gaan. En het bleef nog lang onrustig in de Lier.